Welkom bij Edelijk 24. Mijn naam is Niek en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met onze keuzehulpsystemen en configuratoren een heel hydrauliek systeem samenstelt. Laten we met de volgende casus beginnen. Stel, je wilt een werkplaatspers gaan maken die voldoet aan de volgende voorwaarden. De werkplaatspers moet een kracht hebben van 3000 kilo met een slag van 500 mm. De snelheid van de pers zou 40 mm per seconde moeten zijn. Je hebt hierbij de beschikking over een aansluitspanning van 400 volt en je wil de werkplaatspers met de hand bedienen. Maar waar begin je nu met het samenstellen van het systeem? Als eerste gaan we onze cilinderkeuzehulp invullen om een beetje een richting te krijgen welke cilinder je zou kunnen gebruiken. Als eerste gaan we naar onze website Hydrauliek24 en kiezen we voor de cilinderkeuzehulp. De eerste vraag die de cilinderkeuzehulp stelt is: welke slag moet de cilinder hebben? In ons voorbeeld was het 500 mm. Dus dan gaan we kiezen voor 500 mm. Het volgende gegeven is van welke drukkracht moet deze cilinder hebben? We willen een drukkracht van minimaal 3000 kilo hebben. Dus dan kiezen we voor de optie 3500. Want 2300 is net te laag en 5500 is weer te hoog. Een dubbelwerkende cilinder kun je ook op trekkracht gebruiken, maar in ons voorbeeld is dit minder van belang, dus kiezen we voor overslaan. De volgende vraag is: welke bevestiging moet de cilinder hebben? Kies hierbij de bevestiging welke het makkelijkste monteren is in uw werkplaatspers. Wij kiezen vandaag voor een bevestigingsflens, omdat deze makkelijk te monteren is en te gebruiken voor een pers. De resultaten van de keuzehulp worden nu weergegeven. De beste keus voor onze werkplaatspers is een dubbelwerkende cilinder met een diameter van 50 mm, een stang van 30 en een draad de slag van 500. Door erop te klikken kunnen we alle specificaties van de cilinder zien. Dus dan gaan we nu door naar stap 2. We gaan alle gegevens van deze cilinder invullen in onze cilinderconfigurator, zodat we de berekening preciezer kunnen maken. Wil je weten hoe de configurator werkt, klik dan op een vraagteken en hier staat het filmpje in voor de precieze uitleg van deze configurator. We gaan nu eerst de gegevens invullen. Nou, de werkdruk doen we even standaard op 180 bar. De flow die laten we nog even open, omdat we daarmee straks de snelheid gaan bepalen. De cilinderboring is 50 mm, dat kun je vinden in de specificaties van de gekozen cilinder. De stang is 30 mm. En de slag die we voor ogen hadden was 500. Dan kunnen we de bevestiging nog gaan filteren. En we hadden gekozen voor een frontflens, een bevestigingsflens. De cilinder die het dichtst bij komt bij deze gegevens wordt automatisch gekozen en gegenereerd. U kunt dan deze cilinder kiezen of u kunt nog een cilinder kiezen welke beter voldoet aan uw wensen. Zoals je in dit voorbeeld kunt zien is bij 180 bar krijgen we 3600 kilo druk. We willen 3000 kilo, dus we kunnen de druk wat gaan verlagen tot we 3000 in beeld zien. Nou, in dit voorbeeld is het 150 bar, komen we op 3003 kilo uit. Nu moeten we nog de snelheid gaan bepalen, want we willen immers een snelheid van 40 mm per seconde. We gaan dus de olieflow net zo lang ophogen tot we zo dicht mogelijk bij de 40 mm per seconde in de buurt komen. 3, 4, 5. Bij 5 liter hebben we 42,44 mm per seconde. Dat komt mooi in de buurt bij de 40 mm welke we voor ogen hebben. Nu we klaar zijn, kunnen we deze cilinder toevoegen aan ons systeem. Mocht je nou voor je ontwerp een 3D-bestand nodig hebben van deze cilinder, kunt u deze hier downloaden door te klikken op 3D-stepfile. Nu we weten welke cilinder we nodig hebben met welke druk en liters, kunnen we een powerpack gaan samenstellen. Ook hier hebben we een handige tool voor bedacht om dit voor u te doen. In de configurator voeren we de gewenste druk en volumestroom in. Dus 150 bar en volumestroom 5 liter per minuut. Het systeem berekent direct hoeveel vermogen er benodigd is om deze toepassing aan te drijven. Dit is 1,4 kilowatt. Bij stap 2 kun je de gewenste motor kiezen. In ons geval willen we kiezen voor een 400 volt motor. Dus de eerst beschikbare is een 400 volt motor AC van 1,5 kilowatt. Dan gaan we deze selecteren. Dan gaan we door naar stap 3. In dit geval gaan we kiezen voor een mini powerpack. De powerpack wordt naar uw wensen geconfigureerd en kunnen we nu gaan aanpassen. Voor meer informatie over hoe deze configurator werkt kun je klikken
op de vraagteken. Nu de basis powerpack is samengesteld, kunnen we de kleppen gaan toevoegen. Deze kunnen we toevoegen door te klikken op klep toevoegen. Hier heeft u dan verschillende soorten keuzes uit de verschillende soorten schakelingen en de manier van bedienen. In dit geval willen we een handbediend stuurventiel hebben met een schakeling welke geschikt is voor een dubbelwerker cilinder. Opslaan. Nu we de klep hebben gekozen, kunnen we de powerpack toevoegen aan het systeem. Ja, deze klepcombinatie is goed geschikt voor een pers, want je hoeft geen kracht vast te houden. Je hoeft alleen maar te persen en de cilinder te blokkeren. Stel nou dat je wel een kracht vast moet houden, dan is deze kleppencombinatie een betere oplossing. Een stuurventiel is nooit helemaal dicht. Daarom zijn de gestuurde terugslagkleppen nodig om te zorgen dat de oliestroom echt niet meer terug kan. De smoringen zitten in het systeem om bij een negatieve kracht op de cilinders schokken te voorkomen. Wanneer een cilinder of hydraulische motor vrij te bewegen moet zijn in de rustpositie, dan kun je deze klep kiezen. Hierbij is de A en de B verbonden met de T. Wanneer je negatieve last wil afremmen, kun je kiezen voor deze kleppencombinatie. Hierbij hebben we een dubbelwerkende balanceerklep toegevoegd om de negatieve kracht af te kunnen remmen. Wanneer je een enkelwerkende cilinder gaat aansluiten, kun je in het systeem kiezen voor hydraulisch circuit enkelwerkend. Hierbij kun je dan kiezen voor het soort tafeltiel en de oliestroom gaat dan via dezelfde slang weer terug naar de powerpack. Vergeet dan niet de retoursmoring te selecteren. Hiermee rem je de olie af die terug naar de powerpack stroomt. Dan gaan we nu door naar stap 5. We kunnen de slangen gaan configureren. Wij adviseren om de meest standaard slang te gebruiken. Dit is een 3/8 2SC slang met 12 L koppelingen. Kiezen we hiervoor een 3/8 slang. Dan klikken we op de eerste koppeling. En dan klikt u op metrisch L. En daar zien we dan de 12 L koppeling. Die kunnen we selecteren. Hierbij kun je nog de keus maken of we die recht 45 of 90 graden wil hebben. En dat doen we dan ook voor de andere kant. Gaan we weer naar metrisch L. En deze nemen we dan bijvoorbeeld 90 graden. Nu hoeven we alleen nog maar de lengte aan te passen. Bijvoorbeeld 2 meter. En deze gaan we dan 2 keer toevoegen aan ons systeem. Ga naar bekijk systeem en indien nodig pas de aantallen aan en klik vervolgens op systeem toevoegen aan winkelwagen. Alle delen worden nu besteld en in uw winkelwagen geplaatst. We gaan nu door naar stap 6. We hoeven alleen nog maar koppelingen en olie toe te voegen. De powerpack en cilinder hebben een aansluiting van 3/8 BSP. Dat kun je vinden door op het desbetreffende product te klikken. En de details zie je dan staan dat deze een 3/8 BSP aansluiting heeft. Deze koppelingen moet je aansluiten op uw slangen. Deze hebben een 12L aansluiting. Dus we gaan zoeken naar een koppeling van 3/8 naar 12L. Dat doen we door de volgende zoekopdracht uit te voeren. 3/8. 12L. Enter. Voeg de koppelingen toe aan uw winkelwagentje. In ons geval hebben we 2 slangen met 4 aansluitingen. Dus hebben we 4 koppelingen nodig. En we drukken dan bestellen en voegen toe aan het winkelwagentje. Voor de hydrauliekolie adviseren wij de standaard hydrauliekolie HVLP46. Deze vind je gemakkelijk door boven in de zoekbalk HVLP46 te zoeken. Kies de gewenste verpakking en voeg deze toe aan uw winkelwagentje. Het systeem is nu compleet. Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen uitleggen en tot de volgende keer. Hydrauliek 24 maakt het makkelijk.